En was het een jongensdroom dat je van jongs af aan al zoiets had van ik wil iets met een vliegveld doen? Nou ja, ik wilde heel graag helikopterpiloot worden bij Defensie. Maar goed, daar hebben ze strenge keuringen. En ja, op een gegeven moment kom je dan niet verder. En dan ga je toch verder kijken van joh, wat kun je dan allemaal meer gaan doen. Ja, Toren Airport 2 voor gebruik hoofdbaan richting het Alpha platform. Airport 2, hoofdpositie. Wij stoppen. Een havenmeester is eigenlijk vanuit de wet en regelgeving degene die is aangewezen op het toezien van orde en veiligheid hier op het luchthaventerrein. Dus nou ja, daar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig. Als je op dat moment de dienstdoend havenmeester bent, dan begin je in principe met de voertuigen klaarzetten. Je controleert de brandweerauto of die het doet, of jouw havendienstvoertuigen doet. Daarna ga je een rondje over de baan heen rijden. Toren Airport 2, gebruik van de baan toegestaan, dankjewel. Er ligt ongeveer 3 kilometer asfalt. De operationele lengte van de baan is 2406 meter. En hij is 45 meter breed, plus nog een, aan beide kanten een lijngoot van 80 centimeter. Ja, de afwisseling. Hè. Geen dag is hetzelfde. Ik zeg wat ik net aangaf, hè. Je hebt een aantal functies, bijvoorbeeld hier in de toren, maar ook op het platform bijvoorbeeld bezig zijn met brandweer, marshallen, het aftanken van vliegtuigen, het regelen van catering. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij zijn ervan. En dat is wel heel erg grappig. Ja, we zijn hier in de mobiele toren. Vanuit daar geven we eigenlijk de piloten informatie over het luchthaventerrein. Dus denk aan van welke kant ze de baan aan moeten vliegen. Eventueel ander verkeer, luchtdruk, windrichting. Ja, noem het allemaal maar op. En was het een jongensdroom dat je van jongs af aan al zoiets had van ik wil iets met een vliegveld doen? Nou ja, ik wilde heel graag helikopterpiloot worden bij Defensie. Maar goed, daar hebben ze strenge keuringen. En ja, op een gegeven moment kom je dan niet verder. En dan ga je toch verder kijken van joh, wat kun je dan allemaal meer gaan doen. En nou ja, dit vliegveld lag er natuurlijk altijd al. Het is een tijdje niet meer zo actief geweest. Maar eigenlijk al sinds 2013 toch wel weer ja, heel actief hier het vliegveld gevolgd en alle ontwikkelingen. En het is wel mooi dat ik eigenlijk vanaf 2019 werkzaam kon zijn hier op de baas. Toren Airport 2 is vrij van de hoofdbaan. Airport 2 is vrij van de baan, begrepen. Ik vlieg op dit moment zelf niet, nee. Misschien in de toekomst wil ik dat wel gaan doen, maar op het moment nog niet. Nee, veel te druk nog.